Hey allemaal en welkom bij dag 4 van de Daily December Adventkalenders openmaken. Let's go. Oké. De Janky Candle. Deze. Die van gisteren vond ik trouwens qua branden iets minder. Die vanilleachtige gaf niet echt heel veel geur af. Het is weer een wit kaarsje. Kijk of ik het nog uitkrijg. Yes. De tekst is: with the first string of twinkle lights, it's time to deck the halls. Sweet. En het geurtje. Oh, dit doet me denken aan babypoeder of zo. Ik weet niet waarom. Maar de volgende. Ik heb hem al elke dag laten branden. Dat vind ik voor mijn doen ook al knap. Dat ik dat red elke dag. Ik heb nu trouwens de Bath & Body Works Stress Relief. Ik ben zo dankbaar nog steeds dat ik echt een heel goede stash van Bath & Body Works producten had staan. Want ik heb ook nog zo'n kerstgeur kaars. Ja, ik zou niet weten wat ik zou doen als ik nu echt helemaal niks ervan had. Maar oké. Deze hier. 4 in a row. Een relatief klein vakje. Met weer een heel moeilijk scheurend karton. 4 in a row. En dat is. Ja. I've got it. Een lipstick, denk ik. Lipgloss. In deze donker. Ja, een beetje paars-rode kleur. Ik zal hem even swatchen. Cute. Ik heb trouwens voor deze video mijn leukste kersttrui aangedaan. Want gisteravond had ik een top gepakt om naar werk te gaan. En ik dacht, goh, die ligt hier, pak maar. En toen bedacht ik me net weer van, ik heb hier geen kersttrui aan vandaag. Dus ik kan deze toch niet aan doen voor werk. Want dat zit echt vervelend met die bolletjes onder mijn werkjas. Dus ik dacht, weet je, ik doe deze lekker aan. En ik kan hem meerdere dagen nog aan doen deze week. Als ik toch nog even weer iets anders gepakt heb voor werk of zo. De Max & More. Ook hier. Nummer 4. Aan mijn duim hier. dus ja, vandaar. Die toch wel best opvallende kersttrui. En ik had het ook gewoon koud. Ik heb hier ook al mijn kacheltje naast me een beetje aangezet. Het is ook gewoon koud buiten. Laten we het daarbij houden. Maar ja. We zijn niet meer gewend. We zijn altijd verwend. De afgelopen maanden met zo best wel warm weer. En ineens is het nu heel koud en iedereen bevriest. Ik denk dat dit nagelstickers zijn. Ik ben best wel benieuwd om dit een keer te proberen. Misschien dat ik het zo meteen ook gewoon voor de lol al ga doen. Oeps. Nee, ik zie dat best vaak op TikTok ook langskomen van die nagelstickers. En dan, ik ga even dit eraf doen voor mijn broek helemaal onderzit met de lip los. Nee, dan zie ik het best wel goed werken ofzo. Maar ja, dat het bij mij weer gewoon niet werkt. En dan heb ik hier onze grote bijenkorf. Waar is nummer 4? Hier. En het ook even op de kaars opschuiven. Lukt het? Om hier uit te pakken. Oh, ik kan hem opschuiven. Ik zou een soort van stickertjes op moeten doen. Ik weet welke ik wel en niet ga hebben. Maar een heel flashy flacon. De Wow Color Wow Dream Coat Supernatural Spray. Magically transforms texture. Transforms texture. Amazing humidity proofing powder. Jeez, wacht. Dit is een mondvol. Use every 3 to 4 shampoos. Shampoo condition. Towel dry hair. Divide into sections. Spray each section liberally. Comb through. Blow dry each section.
Try heat required to activate the product. Oké, wacht. Ik ben niet zo snel om dit te gaan doen. Maar dit wil ik wel toch wel even met die QR-code scannen. Oké, wacht wel. Fuck jou, is nu deze? Kunnen we dit ook meteen even testen? Ja. Kijk, mijn schattige hoesje trouwens. Van Shein. Ik had laatst besteld op Shein. Had ik dat al verteld? Ik weet het niet. Er zaten best wel leuke dingen in. Ik heb er geen shoplog voor gemaakt deze keer. Omdat ik al wat video's had vooruit gepland. En ik was op dat moment dat ik die video's moest gaan plannen niet zeker of ik tijd zou gaan hebben om nog een extra video te maken. En dat de bestelling van Shein ook op tijd zou binnen zijn. Plus of ik wel geld zou hebben die maand om te kunnen bestellen bij Shein. Het was even echt een samenloop van omstandigheden. Maar waarom staat er hier nu ook niet zo heel veel? Je wordt dus gestuurd naar een soort filmpje. Oké, wacht. Nu heb ik de uitleg. Dit van de full size. De full size van 50 ml. Oh, dat is gewoon dit. Is 20 euro waard. Oh, heb ik dit nu toegevoegd aan mijn winkelmandje? Dat hoeft er niet. Maar okay. Ik weet wat het is. Tell me. Ultralichte formule die het haar niet vet of zwaar maakt. In tegenstelling tot traditionele olie en serums. De Dream Coat wordt geactiveerd door hitte. Als je het haar feunt of stijlt, zullen de microdruppels een beschermlaag volgen voor, oh god, voor die het haar glad maakt en dient als een regenjas voor je voor het jaar. Gekleurd haar, oh, dus deze, neemt namelijk makkelijk water op, waardoor het pluizig wordt. Haar dat wordt behandeld met de Dream Coat daarentegen stoot het water af, dan ben je als een eend. Dat zeg ik zelf als een eend, dat staat er niet. Waardoor het haar dus het water blijft liggen op het haar en trekt er niet in. Oké. Dus gewoon inderdaad zoals er stond wassen. Verdelen op vochtig, niet nat haar. Als laatste stap. Je hebt er ook nog allemaal andere verschillende dingen van zoals ik nu kan lezen. En dan feunen. En stijlen eventueel. En je kan het was er dus niet 100% uit als ik het goed begrijp. Dus elke keer na 3-4 wasbeurten moet je het opnieuw. Ja, een verrassing dit. Ik weet niet, ik blijf al heel lang nu in dit product hangen. Ik ben heel benieuwd om het te gaan proberen eerlijk gezegd. Want ik kan me wel voorstellen dat als het echt waterafstotend werd en het is kut weer buiten. Kijk wat ik dan heb. Inderdaad. Frizz en plusy. Alles wat je wil. Dus als dit met dit niet meer gebeurt. Dat zou wel fijn zijn. Maar goed. Dat waren weer mijn kalenders voor vandaag. Ik moet de katten hun kalender ook nog doen. Dat ben ik gisteren zelfs vergeten. Dus ik krijg vandaag dubbel snoepjes. En verder een algemeen overzicht van mijn dag. Ik heb gewerkt en ik ben naar de supermarkt geweest. Mijn werk is de supermarkt. Dat klinkt nu heel stom, maar een andere supermarkt. Ik verkies voor mijn eigen boodschap de Albert Heijn. Sorry. The little Dutchie in me is calling me. Nee, serieus. Ik vind Albert Heijn een van de... Het zit een beetje samen met de lijzen, maar toch qua kwaliteit vind ik Albert Heijn ook altijd iets beter. Maar werk, ja, ik was vanochtend alleen op werk. Mijn collega was ziek. En een andere collega die gepland was, die kwam pas om 7 uur. Dus ik was een uur alleen. En I was not so amused with it. Want ik had al helemaal in mijn hoofd dat ik van alles moest doen en een beetje in volgorde. En ineens viel het allemaal weg. En ja, maar er zijn heel veel mensen ziek op werk. Dat was echt niet normaal. Ik denk, in elke afdeling is er minstens 1 iemand ziek. Best wel heftig. Maar goed, ik ben nog best wel gezond. Ik heb een beetje spierpijn van het wandelen gisteren. Mijn voeten, ik weet niet of ik het verteld had, ik had best wel wat blaren. Die zijn er best goed doorgekomen. Pseudocrème was de redding gisteravond. En ik ga het zo meteen weer even insmeren. En ik heb er van dat
kinetape. Dat kan je bij de Action halen soms. Super handig. Als je echt last hebt van voeten die snel doorlopen en zo. Eigenlijk had ik dit gewoon gisteren weer preventief al moeten doen. Maar ik vergat het. Ik zou het veel vaker moeten doen. Dan zou ik veel minder last hebben. Maar dit is een tip. Dat kan je ook gewoon op je schouders tapen. En zo, als je daar de goede manier voor weet. Want die weet ik helaas niet. Als ik dat wist, dan zou ik dat volgens mij best wel vaak doen op mijn schouders. Maar het helpt dus ook voor doorstapwonden. Of als je dus blaren hebt, eerst een pleister. En dan dit hier eroverheen. Top. Maar goed, ik ben alweer veel te lang aan het praten. Ik bedank jullie voor het kijken. Morgen zie ik jullie denk ik ongeveer op hetzelfde tijdstip. Want mijn planning is ongeveer hetzelfde. Werk in de ochtend en verder staat er niks op de planning. Ik wil heel graag even de Action in, maar het is nog maar te zien of dat gaat lukken. Morgen of een andere dag. Dus tot morgen in ieder geval. Doei!